We moeten er iets aan doen en het is aan u om niet op wel te doen. Dat ben ik, maar we gaan iemand uitnodigen die ook iets aan wil doen. En ze is hier, geef een hartelijk applaus, onze cabaretière Sanne Wallis de Vries. Ons al een beetje lekker gemaakt door te zeggen dat ze breaking news heeft. Dus ja. Je hebt een primeur. En werd al gelijk op Twitter door onder andere de recensent van Telegraaf gezegd. En ze gaat misschien weer toneel op in een nieuw cabaretprogramma, maar dat zit er niet in, hè? Nou, misschien ook, maar daarna. Maar eerst na de primeur. Na de primeur. Want het gaat weer over de vluchtelingen. Ik zeg weer over de vluchtelingen, maar het gaat over de vluchtelingen die in eerste instantie aankomen in Griekenland. In Griekenland, ja. Ik kende heel veel eilandjes, natuurlijk Lesbos. En maar Leros kende ik niet. Nee, heel veel mensen kennen het niet. Het is ook niet heel toeristisch. Er wonen maar 8000 Griekjes. En Griekjes. En die hebben het niet zo breed al. En jouw moeder zit er ook. En mijn moeder zit daar ook, die, met mijn vader. En die zitten daar lekker eigenlijk, wat sommige mensen in Spanje doen. 6 weken in het najaar, 6 weken in het voorjaar. Maar dit voorjaar kwamen er opeens veel meer vluchtelingen aan. Maar jouw moeder zit daar gewoon lekker dan te pensioneren. Dat was de bedoeling, ja. Dat ze daar een beetje met een kruiswoordpuzzel en een boekje. En hoeveel jaar heeft ze daar een huisje? Jaar of 5, denk ik. Is het dan zo'n wit huisje met blauwe luiken? Ja, heel in een balkonnetje en dan uitzicht op het haventje. En als ze boos zijn, gaan ze bordjes kapot. Nee, dat is als ze blij zijn. Als ze blij zijn, ja. Dan opeens gooien ze een bordje, hup, op een vluchteling. Ja. En er kwamen heel veel vluchtelingen aan. En zij zag dat gebeuren eigenlijk al een paar jaar. Maar per boot? Ja. En dat met het uitzicht kwamen vluchtelingen aan. En toen, maar op het Griekse eiland Leros is geen Artsen zonder Grenzen, geen Stichting Vluchteling, geen Rode Kruis, geen UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN. Er werken alleen maar vrijwilligers. Ik bedoel dit niet te zeggen van, oh, jullie zouden er moeten zijn. Ja, ze zouden er wel moeten zijn. Maar ik weet dat ze hun handen vol hebben, met name Stichting Vluchteling, met wie ik goed contact heb. Dus op Leros komen honderden vluchtelingen per dag aan, als het een goede dag is, zal ik maar zeggen. En even over, om de mensen even te situeren. Ja. Dit weekend is er een boot vergaan in de buurt vorig van Leros. Weekend, ja. In de hele vroege zondagochtend is er een boot. Dat heet dan vergaan. Maar wat er eigenlijk gebeurt is dat mensensmokkelaars gaten in de boot boren. Omdat de Griekse havenpolitie dan de vluchtelingen moet komen redden. En dan, dat zijn ze verplicht. Dus dan komen ze aan land en moeten ze geregistreerd worden. En worden ze als mensen gezien. Dat is de bedoeling. Maar de gaten waren te groot en ze waren te ver uit de kust. En toen zijn er 34 mensen verdronken, dus voor de kust van Leros. Dat is wat er gebeurt en daar moeten die vrijwilligers dus ook mee dealen. Dat is niet te doen eigenlijk. Nee. Maar goed, dat gebeurt dus. En er is geen professionele opvang. En daarom heb ik samen met mijn broer en Coach van Doesburg en Jelleke van Rijsoord Loket Leros opgericht. Ja. En even, dit gebeurde volgens mij al nog voor het jongetje wat aanspoelde op het strand. Toen was je hier helemaal bezig, hè, geloof ik. Ja. Want het probleem is dat het jongetje wordt het allemaal. Toen zijn we allemaal wakker geworden. Meer mensen mee bezig geweest. Ja. En dat Loket Leros, dat is echt opgericht om de mensen in Leros, althans vluchtelingen, het te helpen. Het is alleen bedoeld voor Leros, maar het gaat zo goed. Het vindt zoveel aansluiting en krijg er zoveel fijne reacties op ook. Dat wij denken, er zijn meer eilanden in Griekenland. Meer kleine, onbekende eilandjes waar ook geen opvang is. Nee. Misschien kunnen we zoveel bij elkaar krijgen dat we in ieder geval de vrijwilligers kunnen steunen door geld te geven. Er zijn allerlei dingen nodig die ze niet hebben. Nee, mensen want het gaat om aan geld. En niet dat we nu weer enorm. Wij samelen echt alleen maar geld in. Dat kunnen wij ook zelf behappen. En zo kunnen we die mensen helpen aan schoenen, aan vlies, dekens. Maandverband. Aan, wat het zei, en toiletpapier. Echt, dat zijn wel echt. We hebben wat foto's, hè? Die hebben, hebben we van jou of van je moeder gekregen. Mm-hmm. Dat is je moeder, die zit nu in de autootje. Ja. Met twee vluchtelingen. Met twee jongetjes die dan komen helpen. Ze zegt ook af en toe, komt ze aan het eind. Ze heeft een ochtenddienst hebben ze en een middagdienst, eind van de middagdienst. En dan zegt ze ook tegen een jongen, dat vertelde ze vandaag nog door de telefoon, van dan wijs ik er gewoon een aan, van ben je sterker? En wij hebben allebei een kant van een vuilniszak en dan ruimen ze op wat er die dag. En zijn hier het Griekse jongetje of zijn het vluchtelingen? Nee, dit zijn vluchtelingen. Dit zijn Syrische jongens. En die hebben haar geholpen met de vliesdekens uit te delen. Want die hebben ze al kunnen kopen van het geld. En nog een foto. Het is altijd leuk foto's kijken. Ja, je denkt dat het een vrijmarkt is, maar het is toch echt heftiger dan we denken. Hè? Ja, dit is heel heftig. En nou waren er vandaag verkiezingen in Griekenland en opeens waren de straten schoon. Dus zo zijn de Griekjes dan ook alweer. Dat is niks ten nadele van de Grieken. Maar die hebben zelf echt ook weinig geld op dat eiland. En ook heel veel problemen met hun eigen hoofd. Ja. En dat Loket Leros, daar ben je nu ingestapt. En daar ben je zo enthousiast over dat je hebt een primeur voor ons. En ik ben een klein beetje de primeur, maar vertel het aan de mensen thuis. Dames en heren, er komt een benefietvoorstelling voor Loket Leros. Ik heb de hele week een mond moeten.
te houden en ik mag het nu vertellen. En waar? In de Kleine Comedie. Oh, te gek, meid. 11 oktober. En wie komen op? Wie zijn de benefieters? Rob de Nijs was de eerste die toezegde. We hebben een Jenny Arian. Jenny Arian, oh god. We hebben een Brigitte Kaandorp. Brigitte Kaandorp. We hebben een Henny Vrienten. Henny Vrienten. Grote artiesten. Ook grote artiesten, zoals Hans Sibbel, Henry van Loon. En zelf, jij ook, neem ik aan? Ik ga presenteren. En heb je een band? Heb je een orkest? Ik heb een huisband met Wouter Plantijt, Martijn Bosman, maar dat is nog maar de helft van een bandje. Wat spelen zij dan? Zij spelen gitaar en drums. Oké. Miguel Wils! Oh, weet je wie er ook komt? Cor Bakker! Cor Bakker! Cor Bakker! We hebben Cor Bakker al. Maar wij willen ook heel graag dat er een beetje wordt gepraat over de vluchtelingenproblematiek. Dus we hebben ook Leo Lucassen, hoogleraar migratie. Ja, niks. Oh. Nee, geen enkel reactie. Sorry, die komt misschien niet. Het ligt ook aan hem hoor, misschien. Want ik ken hem helemaal niet. En in de pauze hebben we kroketlerels. Kroketten? Ja. Kroketten wordt goed gedaan. Dat is heel goed bedacht. Ja. Zet goede kroketten. De kaartjes kosten tussen de 20 en de 60 euro. Je moet niet zeggen. En de kaartverkoop begint... Nee. Dan krijg ik enorm gedonder met de mediawet. Hoezo? Nou, dat kan niet. Als u nou schakelt, kan ik zeggen... Kan echt niet. Kan ik die prijs niet noemen? Ja, je kan de prijs noemen, maar niet zeggen dat de kaartverkoop op een bepaald moment start. Waarom niet? Dan krijg je problemen met de media, met de mediawet. Nou, wat raar. Mag ik wel zeggen, het begint straks. Ja, je kunt naar onze site gaan of je kunt gewoon naar de Kleine Comedie bellen. En wij hebben trouwens ook Twitter en daar staat ook het rekeningnummer op van Loket Leros. Nou, dat is toevallig. www.loketleros.nl. Heel goed.